De toiletcabines aan de overkant en de passerende raketinstallaties hebben één ding gemeen. Ze zijn mobiel. De raketten kun je overal neerzetten om vliegtuigen uit de lucht te schieten. Dit zijn geen bugs, al werken ze volgens hetzelfde principe. De toiletten, volgens welk principe die werken, wie weet dat niet. Dit zijn wel toiletten met een beperkt bereik. Ze staan binnen de afrastering, hun deuren openen naar de straat. Ze zijn voor het leger, niet voor het publiek. Dat is niet de reden dat de mensen wegblijven. Dit is niet de echte parade, dit is de generale repetitie. Vandaar dat er niet veel belangstelling is. Honderden logge gevaartes in de binnenstad geordend af en aan laten rijden, kan me goed voorstellen dat je dat een keer wilt oefenen. Ze zijn ongetwijfeld serieus bedoeld, parades, maar bij mij werken ze altijd op de lachspieren. Waarom zou je je militaire slagkracht aan de wereld laten zien, behalve als je je groter wilt voordoen dan je bent? De cafetaria waarin de foto genomen is, kan er ook wat van. Je zou denken dat de twee dames serieus aan het vergaderen zijn met die dikke bloknoot voor zich. Het is het menu dat ze vast hebben. Het bestaat uit een paar blaadjes en een plank hout. En dan het gebouw in de steigers aan de overkant. Je ziet geen steigers omdat er een doek omheen is gedrapeerd met een afbeelding van hoe het moet worden. Ooit stond er een hotel waar Duitse communisten een veilig heenkomen zochten toen Hitler in 1933 aan de macht kwam. Hotel Lux heette het toen. Ze zaten er veilig totdat Stalin in zijn hoofd haalde dat geen buitenlander te vertrouwen is. Menig bewoner van het hotel is in een kamp gezet en omgebracht. Maar het hotel leeft nog, zei het in wisselende gedaante. Het begon als een hotel, toen werd het een restaurant, kantoren hebben er ook gezeten. Vervolgens kwamen er twee verdiepingen bovenop, weer een hotel. Het laatste nieuws, de twee extra verdiepingen gaan er vanaf. Een projectontwikkelaar gaat er een vijfstellen hotelcomplex van maken. Mandarin Oriental Moskou wordt de naam. En toch staat er Hotel Lux op het stijgerdoek. In Rusland is niets wat het lijkt. Maar waar wel?